naam is Melissa van der Heijden. En ik ben Chantal Ome. En waar zijn we hier? We zijn in het klooster, in het Oude Noorden, bij een theatervoorstelling van Bij de Buren Gluren. Wat is dat? Dat is een theatervoorstelling op locatie. En sinds september hebben we gerepeteerd met 10 enthousiaste spelers uit Rotterdam-Noord aan een locatievoorstelling. Wat moeten we daarbij voorstellen? Wat gaat er gebeuren dadelijk? Als publiek komt u in de foyer aan. En dan denk ik, we gaan een voorstelling zien. Alleen we hebben het pand, het klooster, hebben we gebruikt als eigenlijk inspiratie voor de voorstelling. En als publiek word je door het pand meegenomen en beleef je eigenlijk allemaal verschillende situaties op verschillende plekken in het pand. Vanuit de gang naar een kamertje, naar het dakterras tot de binnentuin. Dat is het. Heeft de voorstelling nog een bepaald thema, een bepaald doel? Ja, het is natuurlijk het klooster hier. Dus we zijn eigenlijk begonnen met improviseren rondom het thema wat er een beetje uit voortkwam. Dus vanuit het klooster. En hebben het eigenlijk naar 2014 getrokken. Dus het gaat eigenlijk over de participatiemaatschappij. En we hebben gekeken naar wat is dat nou eigenlijk participeren. En welke scènes kun je daar eigenlijk allemaal bij bedenken. En het moet zeggen, het is een voorstelling met een knipoog geworden. Dus we laten wel zien wat we er een beetje van vinden. Participatie, dat is het woord van vandaag. Welkom. Welkom bij de Stichting ter Bevordering van het Nieuwe Participeren. Zijn we er klaar voor? Om je te verdiepen? Ja? Ja. Om de essentie te raken van dat ene woord. Participeren. En om de essentie te raken van elkaar. De participant. Ja? Nou, dan gaan we dat nu doen. Ja, laten we beginnen. Ja, sorry, maar ja.
Meneer, wat is uw nummer? 52. 52. En bereiden echt een peulenschilletje. En hebben jullie wel eens gehoord hoe lekker knapperig ze is? Heerlijk! Maar let er aan de slag hoor. Dit een neus bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen. Hand ontstaan met elkaar? Ja, hè? Precies. Dat zie je. Ja, ze voelen zich ook erg op. Ze liggen er ook lekker rustig bij, hoor, moet ik zeggen. Ja, dat is waar. Ze hebben een goede dag vandaag. Oh, deze. Oh, wat leuk. Wat is dit? Het hoedje. Oh, geweldig. Oh, die gaat daar, zie je. Het is zo goed dat jullie hier zijn. Zo dapper. Ja, is niet niks. Zo'n beslissing nemen. Toch? Het is heel belangrijk dat jullie je goed laten informeren. En daarom wil ik jullie mijn kamer laten zien. Mijn kamer. En straks misschien die van u. Voel de vredige sfeer die hier hangt. En ruik de frisse lucht van bloesem die door het open raam... Ik zit net in glas. Naar binnen, normaal dan naar binnen stroomt. En ja... Het uitzicht is echt fantastisch. Kun je dat ook zien? Jij staat zo ver. Kijk, als je hier staat, kijk maar even kijken. Als je zo kijkt, zie je namelijk ook de lucht. Ja. Zie je dat? Ja. Blauwe lucht. Ja. Fantastisch, hè? Dat is echt een fijne plek. Ja. Ja. En de muren. Ik dacht, het is een cursus. Leer je dingen, zou je zeggen. Vandaag ga je iets zeggen. Nee. Nou, vandaag wel hoor. Het is roepen voor me. Ik ga iets zeggen. Even oogcontact maken. Even aanraken. Ik ben te laat volgens mij. Soms denk ik aan dansen. En over de hele kamer gesleept. En hoe wij dan samen in elkaar zitten. En dit is zo fijn. Oh, sorry. Het is even... Daar zou een ander ook wel eens heel gelukkig op kunnen worden.
hè, of dat u denkt van, ja, dat geluk van de ander, daar wil ik ook wel van meegenieten. Nou, hoe dan ook, daarom sta ik hier. Met jullie natuurlijk. Om ons geluk de wereld in te lanceren. Oké, dan tel ik af. 3, 2, 1, ja! Yes! Goed!